Zo, na twee fantastische presentaties mag ik nu even presentatie geven. Sommige dingen zullen dus nog een keer terugkomen, maar dan verteld op mijn manier. We gaan kijken naar optiestrategieën en ik ga dat heel anders aanvliegen, maar dat zien jullie zo meteen. Voor wie doe ik dit? De doelgroep is de startende optiebelegger die meer met opties wil doen, beleggers die alleen nog maar opties gekocht hebben. En beleggers die nog weinig met opties deden. Dat is voor mij eventjes de doelgroep. En het doel van die presentatie is met name om optiestrategieën te leren kennen. Het is vaak zo dat je misschien in je handel wel bezig bent met opties, maar het is dan handig om te weten dat die strategie bestaat en waarom die dan is. Dus ik ga er een aantal laten zien, zodat je daar een beeld van krijgt. We zien zo hoe dat eruit ziet dan. Eenvoudige optiestrategieën kunnen uitzetten, maar ook kunnen bedenken. En dan combinaties kunnen doen en dan inzien waar die winst van de combinatie in zit. En wat ik al zeg, ik ga dat anders aanvliegen als de andere twee sprekers dat deden. Dus dat wordt zo meteen leuk. Dan even over mijzelf. Ik ben belegger, ondernemer en uitgever. En ook 87 met die dip. Dat was voor mij de dag van, hey. Dat is een mooi moment. Als ik dan toch een keer begin met beleggen, dan kan je beter op de bodem beginnen. Dus dat was voor mij de start. En dan moet ik ook zeggen, ik ben als belegger altijd goed uit de crisis gekomen. Welke crisis dan ook, ik kwam er als belegger goed uit. Omdat ik in de goede tijd ben ik zo'n negatieveling die zich voorbereidt op de volgende crisis. Dus ik pak nooit die volle winst als het goed gaat. Want dan dek ik me al in, want het gaat een keer fout. Nou, en gaat het fout, ja, en dan score ik. Dan ben ik diegene die jongens juichen van, tjing! Ja, dat ben ik dan. En dat is iedere keer zo geweest. Dat is geluk. Ja, dat kan zo zijn, maar ja, dan toch. En een van de dingen die heel gelukkig waren, ik heb mijn huis, ik heb een woonboerderij, die heb ik gekocht van goud. Ik heb mijn goud ingewisseld voor stenen in 2011. Nou, als je de goudprijs gaat kijken, dan zie je in 2011 een prachtig piek. En daar zat ik net voor. Net voordat de piek er was, heb ik dat omgewisseld. Ja, en toen kwam de crisis. En fantastisch. Ik had een huis en dat ging allemaal goed. Dat heb ik gemist. Ik heb vanaf 1993 heb ik nieuwsbrieven geschreven. En deed ik dat toen nog maandelijks, nu dagelijks. April 2001 begonnen. En toen kreeg ik een vraag van iemand. Ja, maar als je nou doodgaat, dan. Wat moet je dan? Nou, dat is al 22 jaar niet gebeurd, dus ik blijf voorlopig nog even bezig. Optiespecialist als service heb ik opgericht in 2002 samen met Leon van Dam. 2005 heb ik die weer verkocht. Ja, 2005 of 2006 wil ik even uit zijn. Optiespecialist service was toen de grootste van Nederland op dat moment. Later is er nog een grotere eventjes geweest, maar we hadden echt heel veel klanten op dat moment. En eigenlijk nu vastgoed investeerde sinds 2013. Daar heb ik nu heel veel geld te zitten. Om te zeggen van waar zitten we in? Ik heb vastgoed, dat is één. Ik heb goud en zilver. Ik heb aandelen en opties. En ik heb leningen. Dus ik heb alles gespreid in de vier klassieke zaken. Niet helemaal 25%, 25%. Maar ik heb wel die complete spreiding. Dus ik zit in van alles. Maar het grappige is dus dat je, wat Pieter zegt, die heeft dus ook zijn vastgoed. En dat heb ik dus ook eigenlijk. Ik heb huizen in de VS. En dan heb ik nu 30 huizen en een half appartementencomplex. Dus dat is mijn naam waar ik nu mee bezig ga. Dan, ik heb optiecursus.com. Ik geef ook af en toe optiecursussen. Laatste tijd wat minder. Maar ik heb ook een e-book erover geschreven. Mijn insteek. Opties zijn een gereedschap, niet meer dan dat. Het is gewoon een gereedschap. Ik ben er niet verliefd op. Ik heb geen enkele positie waar ik verliefd op ben. Mijn huis is fantastisch, maar als er morgen iemand komt en zegt: ik heb hier een bepaalde prijs die ik voor wil geven. Oh, en als dat de prijs is die ik er wil voor hebben, dan ben ik er vanaf. Het is gewoon een gereedschap en je moet het gebruiken. Ik heb daar verder, ja, als handelaar moet je niet verliefd worden op waar je in handelt. En ik hou het simpel en ik hou het praktisch. Daar hou ik van. En dat zal je zo terug gaan zien. Dit is ook al door de andere twee gezegd, het beste beursproduct ooit. En dat is het. Nou, en waarom is dat, denk ik?
En ja, dat is dus omdat je dus ook opties kan schrijven. En dat is eigenlijk op de kant van de professional zitten. Want opties schrijven, daar zit er met name de winst in. Wat mij betreft. En natuurlijk is het zo dat je met een stukje timing en wat Pieter aangeeft, dat je die momenten kan vinden en de trend mee. Ja, helemaal waar. Maar dan wel die combinatie, want tot op zijn schrijven moet je er ook. Maar dat schrijfgedeelte is het structureel winstgevende deel. En dat moet je dus ook doen. En prachtig als je opties wil kopen. Hè. En dat kan heel winstgevend zijn op het moment dat je dat goed weet te timen. Maar ja, die winst, hè, daar moet je het van hebben, denk ik dan. Ja, dan heb je een heleboel opties met opties. Hè. Dat is ook al verteld. De long is kopen, short schrijven, gedekt, ongedekt, combinaties onderling, combinaties met aandelen. Dus het geeft je een heleboel mogelijkheden. En dat maakt dat opties gewoon het beste beursproduct ooit zijn. Je kan aan beide kanten van de markt zitten, je kan het combineren, je kan er echt van alles mee. En dat is het mooie. Het erge is dat het zo simpel lijkt dat iedereen er maar gewoon aan begint. En dat is aan de ene kant erg, en aan de andere kant, ik moet er eerlijker zijn, daar maken we ook dankbaar misbruik van. Want als dan zo'n sukkeltje denkt van, oh, ik ga die optie kopen, nog 2 weken looptijd met een enorme ballon van pizza aan premie erin. Ja, prachtig, ik schrijf hem wel. Ik schrijf hem bijna blind, bij wijze van spreken. Want die kans dat je hem dan binnenpakt is zo groot. He, dus ja, maar ik ben wel zo eerlijk, ik geef de cursus. Dus als iemand daar dan zo'n stomme fout maakt, ik maak er misbruik van. Maar diegene had ook mijn cursus kunnen volgen, dan had hij die fout niet gemaakt. Dus dat is voor mezelf dan toch het feit van ja, ik naai je een oor aan, maar je doet je wel zelf aan. Ik bedoel, dan had je die optie niet moeten kopen. Het lukt altijd. Nou, altijd niet, maar als er goed lucht in zit, dan is die kans wel heel groot Ja, dat je dat pakt. is blijkbaar altijd Er is altijd een nieuw sukkel. een sukkel. Ja, En dat is altijd. te Ja. vinden dus. Ja. Dus op een of andere manier is er een aanwas van altijd is de nieuwe sukkel er. Ja, dat is helaas waar. Nou, dan de volledige optiedefinitie. We hebben het er vandaag al over gehad. Nou, dit is hem. Wij hebben het eigenlijk al zoveel besproken, dat hoeft dus niet meer. Het grappige is, het Europese systeem, dat hebben we te straks is dat wel even besproken, maar niet hoe dat nou kwam en dat Amerikaanse systeem. En zover ik weet, Amerikaans systeem, opties zijn in Amerika in Chicago ontwikkeld. En dat deden ze op aandelen. En in Nederland is de EOE-optiebeurs was eigenlijk de eerstvolgende beurs die er kwam nadat Chicago er was. En toen was het hier in Nederland zo, was er iemand zo slim die zei van, hé, maar wij hebben een prachtige AEX-index, de EOE-index was dat toen nog, kunnen we daar geen optie op maken? En toen is er gezegd, ja, dan gaan we daar een optie op maken. Maar toen kwam je met het probleem, dat kan niet werken zoals een aandelenoptie werkt, want je kan niet uitleveren. Je kan niet 4,23692 aandeel Koninklijke Olie leveren. Dat gaat gewoon niet. Dus daar moeten we iets anders op verzinnen. Daar verzonnen ze iets op. Dat is namelijk cash afrekenen op de dag dat hij expireert. Na eigenlijk de dag dat hij is geëxpireerd. En toen was ja, hoe gaan we de kreng dan duidelijk maken dat het is? Ja, dat is een Europese optie, want dat werd in Amsterdam ontwikkeld. Daarnaast, om te onthouden wat is nou wat, Amerika staat bekend als het land waar ja, de risico's genomen worden. Nou, dat is dan een optie die altijd uitgeoefend kan worden, is wat extra risico. Europa, hè, als socialistisch bolwerk, zullen we eventjes noemen, is die bescherming van iedereen. En dat is dus eigenlijk ook met die indexopties. Die kunnen niet onderweg uitgeoefend worden. Die moeten pas aan het eind kunnen. Kan dat. Dus dat is beschermd. Maar Zo onthoud je Amerikaans en Europees. wel verkocht, neem ik aan. Ja, je kan wel. De opties kunnen altijd verhandeld worden. Maar uitoefenen is een recht. En het recht is bij aandelenopties altijd. En bij indexopties kan dat dus niet onderweg. Maar dit is toch wel niet erg. Nee, dat is niet erg, maar je moet wel weten dat je een aandelenoptie, dat een aandelenoptie dus onderweg uitgeoefend kan worden. Want als jij een leuke transactie hebt gedaan en ineens is je optie weg, dan is dat heel raar. Dus daar kan je wat klem mee komen te zitten als je dat niet afgedekt hebt. En afgedekt is dan, als je een combinatie hebt, dan is die daarmee is die gedekt. Maar als jij onderweg zelf je combinatie aan het veranderen bent, dan is die soms wel ongedekt. Goed.
een enkelvoudige optie is dus geen strategie in de zin van een optiestrategie. Dus een optie kopen of een optie schrijven, helemaal goed, maar ik zie dat niet als een optiestrategie. Het is dus een combinatie van opties of een combinatie met aandelen. Dan heb je een strategie te pakken en daar gaan we dus gewoon eens eventjes doorheen. Ik heb er een aantal die ik daar zometeen laat zien en die zijn ook voorbij gekomen, alleen ik laat ze op een andere manier even zien, zodat je ja, misschien dan wel denkt van, oh ja, nou vat ik het wel. Dat kan. Of, oh, zo kan je er ook naar kijken. Dat kan ook. Dat is eventjes het punt. Zijn er vragen tot nu toe? Ook online? Geen vragen? Nou, dan ga ik nog even door. Want ik heb wel vragen aan online en aan de zaal. Wie deed er nog nooit iets met opties? Hier in de zaal heeft iedereen iets met opties staan. En online, wie deed er nog nooit iets met opties? Zijn er handjes of mensen zeggen, ja, dat doe ik. Want anders dan kan ik in ieder geval... Ja, als dat niks, oké. Wie van u koopt alleen maar opties? Ook hier in de zaal, iedereen die ook schrijft blijkbaar. Heel goed. Er is één persoon die nog nooit met opties. Ah, kijk, dankjewel. Oké. En wie zet er echt bewust optiestrategieën op? Dat had ik op een of andere manier al gedacht, maar dat wist ik natuurlijk al. Ja. Heel goed, nou dan. Oké. De collar is al besproken, maar wat is het nu precies? Nou, je bezit aandelen en je koopt een put met een uitoefenprijs onder de huidige koers en je schrijft een call boven de uitoefenprijs. Eigenlijk heel simpel. En dan heb ik even getekend en dan ziet dat er zo uit. Je koopt A, put. Je schrijft, zijn we geloof ik, hè, B. Ja. En nu... Dat zit er dan, je doet dat als de koers ertussen zit. En dan is dit de koers op expiratie. Dit is verlies, dat is winst. Dus een collar, als je die zo opzet, dan zet je die in met dat je zegt, ja, de koers gaat dus wel omhoog. Dat is mijn insteek. Want als die omhoog gaat, dan zet ik op de winst. Gaat die omlaag, dan zit ik op het verlies. Want dit is de nullijn. Ja, is dat duidelijk? Voor iedereen? Want dit is de insteek waarmee ik dan teken. Want dan zie je, ja, wat is het dan precies? Maar waarom doe je dat dus? Nou, je doet die bescherming met die gekochte put. Want we denken dat die omhoog gaat. Nou, je hebt een gekochte put. Financiering doe je met die geschreven call. En de verplichte levering, ja, dat kan. Maar dan heb je een mooie winst. Dit is wat mij betreft die collarstrategie. Nou, dan hebben we het zo straks al, was het zo, van ga je het hebben over dat synthetische aandeel. En ja, daar gaan we het over hebben, dat is deze. Nou, dan hebben we ook weer, de aandelenkoers ligt rond koers A. Gaan we zo meteen de tekeningen zien, want ik had gedacht vooraf, dan ga ik niet tekenen. Maar de vorige keer dat ik de presentatie gaf, was al duidelijk dat je dit amper ziet. Dus vandaar dat ik het nu ook op sheet heb, maar dat betekent nu wel dat ik twee beelden na elkaar heb. Dus ik vertel het je even. En dan gaan we zo meteen desnoods even weer terug. Maar we hebben dus een aandelenkoers rond koers A. En dan kopen we ook een call uitoefenprijs A. En daar ligt hij dus ook op dat moment. Dus at the money. En we schrijven een put at the money uitoefenprijs A. Waarom? Nou, er is een minder investering dan aandelen. Maar de verwachting is wel die stijgende koers. Dan moet je je wel realiseren dat het synthetisch aandeel, als je een aandeel koopt... Wil je hem omhoog hebben? Hè? En dat geldt dus bij het synthetische aandeel precies hetzelfde. Anders moet je dit niet opzetten. Dus laat dat duidelijk zijn. Ja, nou, hoe ziet het er dan uit als ik dat teken? Ja, dat is dus dit. Is dat helder? Voor iedereen. Ja, zo teken ik dat dus zelf ook uit. Om me niet te vergissen van waar ben ik nou precies mee bezig? En bij deze is het natuurlijk op een gegeven moment, weet je dat wel, maar zeker als je start met opties, is het handig om dat zo te doen, om je te realiseren van, hé, wacht even, er moet wel dit gebeuren. Want als ik een verwachting heb van een stijgende koers, dan moet het dit wel uit mijn tekening blijken, want anders ben ik verkeerd bezig. En waar het vaak misgaat met startende beleggers, is dat ze een idee hebben over, hé, ik ben hiermee bezig, maar omdat er al ergens een keertje een positie anders is geworden, of ze zijn een keertje in paniek geraakt, is de situatie er niet meer. Dus vandaar dat het belangrijk is, vind ik, dat je je situatie altijd kan uittekenen. En dan is deze manier,
Uitroepprijs is een prut. Dit is de koers en de nullijn voor wat betreft winst en verlies. Ik vind dat een ideale manier om hem dan neer te zetten. Dus vandaar dat ik het zo doe. Nou, dan gaan we naar de volgende. De straddle long. Wat is dat? Nou, dat is een koers met onderliggende waarde A. Je koopt een call met die uitroepprijs A. En je koopt een put uitroepprijs A. En wanneer is dat? Ja, een forse beweging. Ik heb geen idee welke kant op. Dus je verwacht, hè, er komt Tesla komt met cijfers. En ja, het gaat fantastisch worden. Maar een ander zegt, oh, het is helemaal gebeurd met Tesla. Ja, als je dat in de pers al ziet. En je hebt zelf ook zo'n idee. Ja, ik verwacht wel dat er een knal gaat komen. Maar ik heb geen idee wat. Dan zou je dit kunnen doen. Ik zeg niet dat dit de briljantste strategie is. Maar je zou hem kunnen inzetten. Want ik ga hem nu niet aangeven van dit is een betere. Of dit is een, dat is even niet van belang. Het gaat erom, dit is de straddle long strategie. Ik denk dat je hem moet kennen. Ik vind het niet belangrijk dat je de naam kent. Maar ik denk dat je de strategie moet kennen om te weten. Oh, dat zou ik ook kunnen doen met deze situatie. Nou, ik bedoel Tesla. Dan heb je wel een luchtballon in de lucht, hoor. Ja, maar dat maakt me dus niet uit als ik dit doe, hè? Ja, nee, maar dan moet je wel heel veel stijgen. Kijkt u daar ook nog naar? Nu, voor dit, hè, voor deze presentatie, is het alleen maar even de theorie. Okay. Hè, want dit is niet van, is het dan wel verstandig, dan niet verstandig? Nee, dit kan je doen. Ik heb eigenlijk, nou, als ik in mijn hele tijd dat ik met opties werk, 25 jaar minstens, heb ik hem nog nooit ingezet volgens mij. Want ik vind het totaal niet interessant. Maar ja, het kan wel. En het ziet er dan zo uit. Waarom is het hier in verlies? Ja, ik heb ze alle twee gekocht. Dus ik heb premie betaald. En het gaat pas interessant worden als je dus zover winst hebt, dat je beide posities, die andere positie moet je ook terugverdienen. Dus vandaar dat het wel even duurt voordat je dan de winst gaat. En als die dan gaat, dan kan die ook ver. Op het moment dat hij die kant op gaat, dan zou je aan de andere kant kunnen zeggen, nou dan neem ik daar, hè, dan pak ik daar mijn verliesje, maar dan is dat verlies beperkt als hij die richting op blijft gaan. Maar die straddle long, dit is het plaatje ervan. En dat is puur, ik heb gekocht, dus kost het. En pas als er echt, nou dan is er nog de straddle short, ja dan andersom, hè. En dat ziet er dan zo uit. Dit is een afnemende bewegenheid, is belangrijk. Ja, waarom? Ja, je hebt premie gekregen. En ja, het blijft eigenlijk daar liggen. En ja, dan zie je van als het dan uit de hand loopt met de koers, ja, dan ga je in het verlies. Maar als die daar blijft, dan loopt de premie naar je toe. Is er een beetje een bandbreedte te geven in procenten van wat je nou aan kosten moet rekenen voor zo'n investering? Nou, de kosten hier, dit is een hier krijg je premie. Ja. Maar en de kosten, ja, dat ligt aan je broker. Als je gratis broker hebt, die zegt nee, van. Nee, ik bedoel niet die kosten. Je schrijft en je koopt. Allebei nee, toch? Deze schrijf je alle twee. Oh, sorry. Maar de vorige. Ja, de vorige. Dat was de vorige. Ja, had je toen niet kunnen komen met die vraag. Ja. Ja, nou, die vorige. Je moet wel een enorme beweging verwachten. Wil je die kosten eruit kunnen halen. Maar je koopt at the money. Ja. Dus het is dezelfde. En ja, dan is het de vraag. Van, heb je dat ervoor over? Ja, dat moet je zelf bepalen. Hè? Vandaar dat ik zeg. Ja, ik heb hem eigenlijk volgens mij nog nooit ingenomen. Maar ja. Het, er is geen algemeen. Nee. Dat ligt aan de volatiliteit. En de premie. De delta. De hele mikmak die daaraan. Aan vastzit op dat moment. Hoeveel lucht is erin gekomen? Dus de strangle long. Nou, dat is een koop een put op A. Koop een call op B. Net hebben we gezien dat we ze op de precies alle twee op A hadden. Nu hebben we A en B. En de onderliggende waarde ligt daar dan tussen. Ja, dus een forse koersbeweging. Geen idee welke kant op. Kans op verlies is groter. Waarom? Nou, en dan heb ik hem ook weer getekend. Nu zit die koers hier. En die zit er dan tussen. En ja, we hebben er een ruimte tussen. Dus dan moet die beweging moet nog weer groter zijn. Want de vorige keer was die alleen op A. En dan heb je maar één. Nu is het dat je, omdat je dus verder uit de money eigenlijk bezig bent.
duurt het langer, maar de premie is veel lager. Dus als je een enorme beweging verwacht, maar je hebt het idee, vrek, dat is te duur. De prijs at the money is me te duur. Ik heb liever dan dat ik er 10 onder ga zitten en 10 boven ga zitten. Ja, prima. Maar dan heb je wel dat je eerst die 10 voordat je er bent en dan nog voordat je winst maakt. Dus deze is minder kosten, maar ook minder snel dat je in winst gaat komen, omdat die afstand van waar die is, is dubbel zo ver in feite. Ja, dubbel zo ver is dan even tussen aanstekens. Maar daarmee, ja, deze afstand is lager, maar deze afstand is groter. Dus het is in ieder geval een mogelijkheid om het te doen. En je ziet dan dat verschil met de straddle. En hier heb je wat meer ruimte. Nou, dan hebben we het ook al gezien, de call spread short. En ja, we hebben al verschillende keren gehad, de laatste 3 maanden, de laatste 5 weken. Ik heb eigenlijk een beetje de laatste 4 weken, de laatste 6 weken. Dat is belangrijk. Hè? En dat kom ik straks ook nog eventjes weer op. Maar dat hebben eigenlijk de andere 2 sprekers ook al aangegeven. Als je schrijft, hè, je schrijft kort en je koopt lang. Als je dan maar 1 ding onthoudt van vandaag, dan is dat het. He, dat is echt belangrijk. Nou, die laatste 6 weken, die is interessant. En als je dan een negatieve koersverwachting hebt, dan schrijf je een call, het uitoverprijs A, en je koopt een call, uitoverprijs B. En dan die call die je schrijft, out of the money, en je loopt dan het minste risico. En het liefst heb je ze alle 2 waardeloos verlopen. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat ziet er dan zo uit. En dus hier zit je, omdat je hier gekocht hebt, zit je op een verlies. Hier heb je geschreven en als het maar die kant op blijft, dat goed. Maar je wil eigenlijk dat hij hier blijft. En zo ziet de call spread short eruit. Dus een beetje een negatieve verwachting is beter. Want als hij maar aan deze kant komt van jouw aankoop, dan zit je op de winst. Maar hij is wel beperkt, die winst. Wat je hebt geschreven. Ook een heel aardige frontspread met calls. Je koopt een call, uitoefenprijs A. Maar je schrijft 2 calls met uitoefenprijs B. Ja, die combinatie hebben we hier vandaag eigenlijk nog niet zo echt gehoord. Want Piet had het wel over met meerdere maanden. Maar je kan dus ook met de hoeveelheid van opties kan je gewoon een beetje spelen. Dit doe ik dus heel veel. Dit is heel erg leuk om ermee mee bezig te gaan. Omdat je doordat je er meer hebt, maar je verwacht niet dat die zo ver komt, die stijging, krijg je wel dubbele premie. Waarbij die eerste is natuurlijk altijd duur, want die is dichtbij. En die 2, die krijg je minder omdat die verder weg is. Maar daarmee, omdat je de 2 hebt, heb je wel die hele premie gedekt van de eerste. Alleen die stijging moet niet te ver doorgaan, want je hebt 2 keer. Eigenlijk de verplichting op aangegaan. Nou, hoe ziet dat eruit? Je verwacht een beperkte stijging. Dit vind ik een hele mooie strategie zelf. En ja, die is het meest interessant op het moment dat hij hier stopt bij die geschreven call positie. Je hebt hem hier, heb je de gekochte, die loopt door. Hier heb je de 2 geschreven. Ja, het gaat dan heel snel verkeerd als die boven B komt. Dan moet je doorrollen of sluiten. Dan moet je actie ondernemen. Als die boven B komt, die 2 geschreven posities. Want ja, je gaat dubbel zo ver, ga je erin. En het kan dus ook zijn 10 en 20. Hè? Ik heb ooit een margin call gehad. Ook ik heb dat een keer gedaan. Ja, dat was bij dit. En echt even iets te groot erin. Ja, dat doe je 1 keer. Ik had 20 minuten, Piet. Ik had 20 minuten tijd. En het is mij wel gelukt, want ik had het bij Alex in de tijd. Maar zou je nog? Dat doe ik ook wel hoor, dat ik een heel goedkoop automan kolletje erbij koop. Als een soort kan ook, ja. Die lekker je lijntje ja. Je kan hier meer doen, ja. Ja, op het moment dat het mis dreigt te gaan, dan is het inderdaad even voor degene, dan is het inderdaad mogelijk om er een kol bij te kopen. En dat kan dan eventueel ook zeggen van ja, ik neem het risico om een C-kol te kopen. Dan weliswaar is er een gat tussen B en C. Maar dat gat is beperkt. Dat is bijvoorbeeld $5 of $10 of euro. En dus dan weet je, van ja, als hij nou verder doorstijgt,
oké, ik verlies wel iets, maar niet meer. En dan kan die doorstijgen tot wat hij wil, want ik heb één gekocht en twee geschreven. Maar ik bedoel eigenlijk, ik koop dan nog een D die nog verder naar rechts. Kan ook, maar dan wordt dat gat groter. Dan heb je wel meer risico. Ja. Als je dan doorzet, dan is het niet B, maar dan is het tot dit gat. Dus in plaats van 1000 euro is het 2000. Ja, maar als die hier komt, jij koopt D, en je koopt hem hier, en de koers komt tot hier, dan is hij nog steeds waardeloos. Ja, dat is waar. En dan heb jij wel hier 2000 euro per serie verlies. Ja, maar dan weet je in ieder geval dat het niet nog... Nee, maar daarom zeg ik van, dan zou ik hem er eerder rijden. Ja. Ik vind dit een hele leuke, want dat is lekker ermee spelen. Maar je moet wel vrij zeker weten dat hij niet voorbij die C-positie komt. En daar heb je dan technische analyse voor nodig. En daar kan je dan kijken, ja, waar zitten die steunpunten? De MA50, MA9 gebruik ik. en daar ga je dan naar kijken van, oké, waar zou ik verwachten? Waar zat in het verleden het meeste volume? En dan ga je naar kijken, want ze doen die marketmakers ook. Die zien ook van, er is daar een heleboel volume op dat niveau. Wacht even, dan zetten we hem daar neer. Ja, dat spelletje van die marketmakers die omzet willen hebben, dat moet je eigenlijk ook al een beetje kennen als optiebelegger. Omdat je natuurlijk ook kan zien, waar zat dan in het verleden het volume? Dan gaan ze, als ze de kans krijgen, gaan ze het daar weer neerzetten. Want die marketmakers willen zoveel mogelijk volume maken, want daar verdienen ze mee. Dus daar gaan ze hem dan naartoe brengen. Daarom zien we ook heel vaak die gaps. En dan is er buiten beursuren iets gebeurd. Ja, dan kan je op je vingers natellen dat ze hem daar neerzetten waar de meeste volume was. Ja, dat kan je vooraf zien. Nou, dan heb je ook nog, en dan wordt het al steeds ingewikkelder. En ik raad niet aan om daarmee te beginnen, maar er zijn een heleboel optiestrategieën. En ik heb er een e-book over geschreven. Ik denk dat ik bijna alle optiestrategieën beschreven heb. En dan kan het best zijn dat er nog eens een keer ergens eentje boven water kwam. Bij mijn vorige presentatie was er iemand die zei, ja, ik heb er nog één. Maar waarschijnlijk was dat gewoon een optiestrategie die een andere naam heeft gekregen. Want heel veel optiestrategieën krijgen meerdere namen mee. Er is er eentje verzonnen, een ander heeft het ook en dan heeft hij een nieuwe naam. De ratio volatiliteitsspread met calls. Schrijf een call op A en koop twee calls op B. En de aandelenkoers ligt dan dicht bij A. Nou, hoe meer premie op A gekregen, des te beter. Maar die koers moet fors stijgen om hier een goede winst te maken. Nou, dan kan ik dat leuk schrijven, maar hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat ziet er dan zo uit. Hier zit je nog een beetje op winst. Dan heb je eigenlijk het probleem van, er zit even een verliesperiode tussen. En pas als die verder doorstijgt, ver voorbij B komt, dan pas ga je weer winst maken. Ja, je moet er een bepaalde verwachting hebben. Dan zegt, daar doe ik het dan voor. Maar ik ga niet zeggen dat het dus een hele goede strategie is. Maar vandaar dat ik een heleboel strategieën heb. Ik heb ze proberen te verzamelen. Gewoon van, dat is leuk om ze te weten. Maar het is ook makkelijk. Om dan te zeggen, maar wat kan ik dan? En eigenlijk is het alleen al mooi om ze te weten. Omdat je dan in het spelen met de opties... En dan kan je daar makkelijker in schakelen. En vandaar dat ik het belangrijk vond om eigenlijk alle optiestrategieën te kennen. Maar als ik dan zeg, welke gebruik ik? Ik gebruik maar heel weinig. En want je hebt toch je eigen voorkeur. Maar het is wel leuk om ze te kennen. Want ik kan ook in de looptijd kan denken, maar ik moet er wat mee. Er is een situatie dat ik denk, ik moet ingrijpen. En dan is het lekker als je die strategieën kent en ook weet waarom die strategie dan is. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zit in mijn uppie te handelen. Die namen, die ken ik dus bijna niet. Want die gebruik ik nooit. Ik zit nooit tegen mezelf te lullen van, zal ik de ratio van die tijdspread met calls eens doen? Nee, je bent bezig en denk, dit zou wel een goede zijn. Want ik verwacht nu wel dat er iets gaat gebeuren. Daar zou ik met deze kunnen inzetten. Dus ik krijg wel eens vragen van, en wat denk je van die? En denk van, welke is dat dan ook weer? Want die namen, die ken ik niet uit mijn hoofd. Nou, dit vind ik ook een mooie, Piet heeft er al even iets over gezegd, de timespread, dat je ook met de maan gaat zitten spelen. Je schrijft een call op A met minder dan een maand resterende looptijd. En minder dan een maand is mijn dingetje. Ik vind dat die laatste maand, gaat de premie zo snel uit als interessant. Maar dat kan ook minder dan 6 weken zijn. Hè? Maar het gaat met name,
En dat is al door de anderen ook gezegd. Die laatste maand gaat die premie er zo hard uit. Dat is niet terug te verdienen met een winst van de onderliggende waarde. Bijna nooit. Koop een call B met één maand verdere looptijd. Dus die is één maand verder voordat die afloopt. En het aandeel blijft ligt rond A. Dus die geschreven call. En blijft daar liefst ook daar liggen. Dat is wel de voorwaarde. Dus je moet wel een verwachting hebben. En met al deze strategieën is het wel de bedoeling dat je dus een verwachting hebt van wat gaat de koers doen. Dus daar moet je wel een analyse op hebben. Nou is het voor mij, het is niet altijd dat ik denk van, oh, wat zou de beurs doen? Ik heb geen idee wat de beurs gaat doen. En dus dat is het punt niet. Maar het is wel dat je, het is soms bij sommige strategieën wel handig dat je daar een idee over hebt van wat verwacht ik. Maar er zijn natuurlijk ook prachtige strategieën waar je geen enkel idee hoeft te hebben. Laat maar gewoon lopen. Met name diegene als je wat verder gaat schrijven. Out of the money schrijven van opties. Ja, laat maar lopen als die maar niet te dichtbij komt. Dit even, de time spreads. Dus dat betekent, ik heb een positie, een combinatie, die niet eenzelfde uitoefen een maand hebben. Afloop maand. Je wil die verwachtingwaarde op de geschreven call pakken. En die gekochte call, die heb je eigenlijk als dekking. En je sluit alles bij die eerste expiratie die doorkomt. Dus dan gaat die tweede eruit. Hoe ziet dat eruit? En dat is dan wel aardig. Hier kan ik niet keihard zeggen van hier loopt het. Want ik weet niet hoeveel tijd de verwachtingspremie er in die andere nog zit die nog loopt. Want je hebt er twee. En ja, daar zit dus een tijd de verwachtingswaarde in. En je sluit hem wel, die tweede. Ja. Nou, dan zie je dat dan, als die maar blijft liggen dicht bij A, dan pak je die winst. Hoe verder die eruit springt, of nou omhoog of omlaag, ja, dan ga je naar het verlies. Dus je hebt echt dan een positie nodig die op de plek blijft liggen. Ja, kan je dat voorspellen? Ja, dat ga ik nu even, dat weet ik niet, daar ga ik nu mee over. Ja, dan heb je ook zo'n mooie naam, dubbel diagonale spread. Ja, 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 het wordt allemaal ingewikkelder en ingewikkelder naarmate ik meer strategieën laat zien. Je koopt een far out of the money put aan met twee maanden resterend. Schrijft de out of the money put B in de laatste maand. Dus in feite wat we net hebben gezien met die timespreads doe je hier dus ook. Maar je gaat ook in de call positie ga je dat doen. Je schrijft een out of the money call de laatste maand. En koopt een far out of the money twee maanden resterend. En de koers is tussen B en C en dan moet hij ook blijven. Hoe ziet die er dan weer uit? Want dit is best een hele ingewikkelde. En dat ziet er dan weer zo uit. Als die koers er maar blijft, is dat goed. Want je hebt geschreven die en je hebt geschreven aan die kant. Dus je pakt aan alle tweede kanten pak je de premie. Maar hij mag niet weglopen. Want als die wegloopt, dan moet je wat doen. Nou, als die dicht bij C komt, dan zou je of kunnen sluiten of afdekken met gekochte posities. Dat kan ook. Maar je moet wel wat doen. En ik kan niet zo zeggen van, oké, hij komt nu dicht bij C. Nu ga ik hopen. En dan gaat het handje en dan hopen, dat gaat niet werken. Dat op een of andere manier gaat hopen niet werken. Beleggen is een werkwoord, dus je moet wel wat doen. En wat ik veel startende beleggers zie doen, en het is ook al gezegd, is dan doe ik het account dicht, dan heb ik dat verlies niet. Nee, als die hier bij C komt, je visie komt niet uit, sluiten die app. Desnoods maak je met verlies. Jammer dan. En ik benader optie beleggen en ik heb ooit een presentatie gegeven. Ik had helaas geen uniform aan, maar ik benader dat als een generaal. En ik heb een aantal pelotons en dat zijn mijn opties. En ik heb soldaten, dat zijn mijn euro's. En af en toe moet je een pelotonnetje opofferen om met het regiment of met het bataljon een overwinning te kunnen maken. En hele slagen in het verleden, hè, de landingen in Normandië. Nou, dat was vijf landingen, dat was allemaal gedekte calls waren dat. Maar als je kijkt naar Napoleon, die naar Moskou ging, ja, dat was een ongedekte call gekocht. Die ging gewoon en we kijken wel. Nou, zo kan je met opties dat dus ook zien. En eigenlijk als je kijkt naar de Japanse candles, die zijn ontwikkeld door een Japanse generaal. En dat is niet zo gek, want beurshandel is een strijd. Een strijd om de centen, maar het is wel een strijd. Dus ik benader dat toch altijd met een militaire blik. En ja, je moet gewoon ingrijpen. En desnoods, ja, jammer, maar als je dat maar doet. En niet beginnen te hopen, want dat is het verkeerde werkwoord. De afwikkeling van de transacties. Nou, wat
echt ongelooflijk belangrijk is, de meeste opties worden niet uitgeoefend. En dat is helemaal niet erg. Die worden gewoon gesloten, want opties ontstaan door ons. De beurs heeft alleen maar de series opengezet. Dan gebeurt er niks. Er moeten mensen zijn die zeggen, ja, ik breng die optie in de markt en ik ga daarmee handelen. Maar dat zijn wij die dat doen. De beurs doet dat niet. Er zijn wel marketmakers en die gaan er dat assisteren, maar dan moeten beleggers moeten die opties vullen. En op het moment dat je een serie hebt waarin je denkt, ja, ik wil wel doorrollen, maar die serie is er niet. En ik ben in Nederland, ben ik daarin bezig en je ziet gewoon, AIX heeft die serie niet. Ja, dan bel ze. Ja, ik zou graag die serie willen zien. Oh, nou, dan kunnen we kijken of we dat voor u kunnen regelen. Dus alsjeblieft, denk niet van, oh, het is er niet, dan zal het. Nee, actief zijn. En dan ze bellen en zeggen van, ja, ik wil in die serie kunnen handelen. Open de serie eens. Ja, ze kunnen ook nee zeggen, maar ze zeggen vaak ja. Dus alsjeblieft, als je als belegger daarmee bezig bent en je merkt van, ja, mijn strategie komt niet uit, want ze hebben verdorie die serie niet open, vraag erom. Want ze willen handel maken. En op het moment dat er iemand is die zegt, van, ja, ik wil daarin handelen, dan heb je kans dat ze het doen. En het was voor mij, toen ik met optiespecialist was, was dat veel makkelijker. Want ze wisten, hé, dat is de grootste service in Nederland, dus dan komt er ook omzet. Als je als particulier belt, heb je kans te zeggen, ja, daar beginnen we niet aan. Dat kan, maar als je het niet geprobeerd hebt, dan is het zonde. En zeker als je met een strategie bezig bent, dan is het waard om gewoon die kans te wagen. En dus wees daar actief in. Ik sluit zelf gekochte posities altijd een ruime maand, een maand en één dag of twee dagen, van tevoren. Omdat het die laatste maand zo hard naar beneden gaat. Ook in principe in mijn optiestrategieën. Tenzij ik het niet doe, maar dat is een uitzondering. In principe is het zo, ik heb gekochte posities de laatste maand gesloten. Nou, dan welke aandelen in combinatie met opties? Nou, ik kies zelf voor hoeksteenaandelen. Dat zijn de degelijke aandelen. Dat zijn wel saai en betrouwbaar. Maar dan kijk ik wel, is er wel een beweging? Want als er een aandeel ook daadwerkelijk dood is, dan hoef ik hem niet. Maar een Tesla is wat mij betreft een hoeksteenaandeel. Ik bedoel, dat is de bedrijven zijn uppie, de helft van de markt. Dat is een hoeksteen hoor. Maar er zit wel beweging in. Dus een hoeksteenaandeel hoeft niet degelijk en betrouwbaar te zijn. Nou, ik heb Tesla gisteren beoordeeld en ik heb Tesla tegen GM aangezet, General Motors. En als je dat doet, dan zie je dat Tesla helemaal niet meer zo'n speciaal aandeel is, hoor. Want het heeft de helft van de omzet van General Motors, het heeft de helft van de kosten en het heeft bijna eenzelfde groeipercentage. Dus Tesla is niet meer het Tesla van 5 jaar geleden. Tesla wordt ook gewoon een saai hoeksteenaandeel, maar ja, de fut een beetje uitraakt. Ze krijgen ook wat oudere medewerkers. Die worden vanzelf ouder en dan krijgen ze pensioenverplichtingen. Dat soort shit. Ja, dat had Tesla de eerste jaren niet. Maar die komen nu wel. Dus Tesla wordt ook gewoon een saai aandeel. Maar het is wel een hoeksteenaandeel. En degelijk en betrouwbaar. Ja, dat is het al wel. Maar ik wil wel een stabiele omzet in de bedrijven hebben. En weinig verrassingen. Ik wil wel dat er beleggers af en toe weer even hoop hebben, maar ik wil niet hebben dat daar ineens een bericht komt, ja, we hebben een enorme fraude, de CFO die is er met de kas vandoor, dat soort grappen, dan ben je geen hoeksteenaandeel meer als dat gebeurt. Dus ik wil eigenlijk toch wel wat degelijkheid in mijn positie. Structureel winstgevend vind ik belangrijk en ik vind belangrijk dat ze in een index zitten. Waarom? Omzet. Nou, dat is er straks aangegeven. Waarom zou je alleen maar alleen maar opties willen hebben? En ja, nou, ik zeg, ik heb ook aandelen. Waarom? Omdat sommige aandelen gewoon geen opties zijn erop te krijgen. Ik zit bijvoorbeeld in een uraniummarkt en heel veel aandelen hebben daar gewoon geen opties op. Nou, prima, dan koop ik echt wel die aandelen. Maar is er een keuze? Ja, dan kijk ik ook van, dan kan ik er een synthetisch aandeel van maken? Omdat de hoeveelheid geld die je ervoor nodig hebt enorm veel minder is. Dus dat kan interessant zijn om je eigen hefboom te vergroten. Want je kan maar zoveel doen met je geld. Hè? Ja, dan is het nadeel van hoeksteenaandelen. Dus het is saai, relatief dan weinig premie, een laag dividendpercentage. Dat soort zaken, ja, dat kan negatief zijn. Maar ja, het is een afweging. Als je een aandeel hebt wat dit doet,
dan kan je met je optiestrategieën vaak verkeerd zitten. En dan zit je de hele dag achter dat scherm of je moet constant de telefoon in de gaten houden, dan krijg ik een signaal. Nou ben ik in de loop van de jaren steeds iets luier geworden. Dus ik heb zoiets van, ja, ik wil gewoon ook een presentatie kunnen geven zonder dat ik het gevoel heb van, oh shit, als dat ding begint te trillen, dan ben ik het haasje. Sorry, ik moet even naar de gang, dat kan ik niet hebben. Dus vandaar dat ik wel iets luier ben. Gewoon, het zal ook de leeftijd zijn misschien, maar... Dus ik probeer het wat rustiger aan te doen. In het begin, ja, daarom ook die margin call ooit, gewoon veel te wild willen. En dat moet je niet doen. Dus iets saaier mag best wel. En ja, die premie, namen met opties schrijven, laat hem maar naar je toe rollen. En dat vind ik helemaal niet erg als dat dan procentueel niet zoveel is. En op het moment dat ik achteraf kijk, nou, ik heb 15% in een jaar gedaan, ben ik tevreden hoor. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb ook een jaar gehad dat 100% was. Ja, dat vond ik ook niet erg. Maar ja, ik ben in die zin sneller tevreden. Ja, dit optieverlies, we hebben het al verschillende keren gezegd, maar het is zo belangrijk. En startende beleggers in opties hebben dat gewoon niet door. En daarom even een tekeningetje. Het is niet zo mooi als die grafieken van de andere sprekers. Maar dit geeft wel heel aardig aan dat in die maanden ervoor, ach, dan loopt het zo hard niet. Maar die laatste maand, ravijn. Ja, daar moet je gewoon gebruik van maken. Dus kort schrijven, lang kopen. Als je een optie koopt, minstens 3 maanden looptijd nog. Minstens. Want ja, anders dan kom je veel te snel daar. Dus ik ben helemaal eens 9 maanden, 3 maanden, daar moet je kopen. En mag ook zelfs wel langer. Maar die laatste 3 maanden liever schrijven. En zeker die laatste 5 weken. Laatste maand. Echt ongelooflijk belangrijk. Dus neem dat mee. Dat moet eigenlijk boven je bureau hangen, waar je handelt. Lang kopen, kort schrijven. Maar je koopt ze nooit terug. Ik bedoel de korte geschreven optie. Jawel. Ja, dus ik heb wanneer koop ik ze terug? Het kan zijn dat ik een optie heb geschreven in die laatste maand. Ja. En dan heeft hij nog 2 dagen te gaan en er staat dan maar 2 cent waarde. Ja. En dan heb je kans dat ik hem terugkoop. Waarom? Het kan zijn dat er cijfers komen die, waarvan ik denk van, en dan heb ik toch die kosten. Maar ik heb ook dat ik dan ga zeggen van, ja, die winst is gewoon binnen. Dan heb ik liever die 6 euro kosten die ik betaal, of hoeveel het ook is. Hè, maar dan heb ik die zekerheid, ik slaap die nacht goed. Dan dat het je gebeurt dat die laatste dag, dat die onderliggende waarde een beweging maakt. Ik denk van, shit, had ik maar. Want als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn het dan 2 dingetjes. Shit, had ik maar. Of wat Piet net had, oeps. Als ik oeps hoor, dan denk ik, oh. Standaard terugkomen voor de halve prijs. Nee, dat doe ik. Ja, standaard kopen voor de halve prijs vind ik zonde. Nou ja, omdat je doet het wel persistent, dus continu. Dan ga je weer meteen een nieuwe optie schrijven. Kan zelfs nog in die maanden zijn. En je zit dus korter in de markt. Ja, ik vind... Ik heb een artikel gelezen dat het meer winst... Ja, dat zou kunnen. Ik vind zelf, als iets standaard is met optiebeleggen, dan heb ik daar een directe aversie tegen. Want ik vind dat je opties moet je kneden. En als je dan zegt, nee, ik doe een standaard bij de helft, ben ik eruit, dan laat je volgens mij veel te veel liggen. Maar als ze dat hebben berekend in hun methode, want dat is natuurlijk, hoe werk je ermee, dan kan best dat het in hun methode beter is om dan dat te doen. Want ik weet niet wat voor belegger dat was. Want iedere belegger is anders. Ik kijk liever naar hoe het er wat mij betreft uitziet. En dat kan dus dat ik de verkeerde inschatting maak. Ja, dat kan. Maar ik probeer wel altijd achteraf te kijken, wat heb ik gedaan? Wat is er daarna gebeurd? Had ik dat anders kunnen doen? En dan probeer ik te leren van mijn fouten. En realiseer je, ik maak ook nog steeds fouten. In de zin van, ja, verkeerde inschatting. Maar ik probeer daarvan te leren. Op een of andere manier is het nog steeds niet gelukt om foutloos te werken. Blijf het proberen hoor. Nee. Sorry? Ja, bij de chat. Tesla ten opzichte van General Motors, hoe doe je dat? Ik heb. Er staat op het Beursbox YouTube-kanaal. Staat een video, daar kan je zien hoe ik die relatie tussen Tesla en General Motors gelegd heb. Dus daar wil ik niet nu dan in, maar er staat op het Beursbox videokanaal, staat die video van afgelopen woensdag, dus gisteren. Neem op tijd winst. Dit is echt ongelooflijk belangrijk. Hè? Dus die opzet die je hebt opgezet, hoeft niet tot het laatst.
Ik zie veel te vaak mensen zeggen, ja, die heb ik opgezet en dan wacht ik maar tot het eind. Ja, dan kan het helemaal mislopen die laatste dagen. En als je dan op woensdag komt de Fed met een rentebesluit, heeft nergens mee te maken, maar de hele beurs die... En daar sta je, terwijl je dan je premie eigenlijk, die was binnengelopen op een paar centen na. En dan heb je die winst niet genomen. En dan doet die markt weer belachelijke dingen. En dan gaat je winst. Dus sluit dat af. Verzin een nieuwe opzet. Hartstikke belangrijk. En ja, niet, wat mij betreft niet standaard. Maar kijk daarnaar. Even, maar hou wel in de gaten. Wanneer komen bepaalde cijfers van het bedrijf. Van de Fed. De werkloosheidscijfers. Dat soort onzin. Het heeft helemaal niks met die onderliggende waarde te maken. Maar de beurs reageert er wel op. Ja, dan kan ik eigenwijs zijn dat we denken van... joh, dat heeft niks met te maken. Ja, maar die beurs reageert. Dus ik moet daar toch wat op doen. En het is zonde om het te laten lopen. Hoe goed bent u in voorspellen? Tot volgende keer. Hoe goed bent u in voorspellen? Nou, als je daar heel goed kan. Als jij het idee hebt. Dit is, nu weet ik het zeker. Dan koop je opties. Veel liever dan dat je de aandelen zou kopen. Want je hebt een F-boom. Maar dan moet je wel zeker weten dat je gelijk hebt. En dan opties. Zelfs als denk je dat het binnen 3 weken die aandelenkoers omhoog gaat. Dan nog koop je opties met een looptijd van enkele maanden. Want stel je toch voor dat die stijging wel komt. Maar niet na 3 weken de resterende looptijd van je kortlopende optie. Maar pas na 5 weken. Dan ben je het haasje. Dus geef jezelf ook die ruimte dat het ietsje langer kan duren. Dus koop opties, maar alsjeblieft nooit opties kopen korter dan 3 maanden looptijd. Want je neemt alleen maar extra risico als je dat doet. En dan ben je dat sukkeltje aan wie ik die optie verkoop. En dat wil je niet. Nou, ze zijn er gelukkig wel, maar dat wil je wil die sukkel niet zijn. Dus doe dat dan ook niet. Als je niet zo goed kan voorspellen... schrijf dan gedekte opties. Dus bijvoorbeeld aandelen kopen, call-opties schrijven. Of ja, eigenlijk die zogenaamde aandelen-neppert erop mee begonnen. En als je nou helemaal niet kan voorspellen, dan zijn er altijd nog een aantal optiestrategieën waarmee je ook kan werken. En een van die mooie optiestrategieën, en ik ga hem even uitleggen. AX 400, ik noem maar even wat, is lekker lang geleden, dus dat maakt het niet uit. AX 400, je schrijft op de call 440 en je schrijft de put 360. En je hebt nog een paar maanden dat die loopt, 3 maanden loopt. En alles wat ertussen is, maakt niet uit, de premie loopt naar jou toe. Het is hartstikke simpel, als je maar ingrijpt als het misgaat, kan je iedere 3 maanden kan je hem inzetten. En als je het beter doet, dan doe je het iedere maand inzetten, maar dan heb je de 3, dan heb je iedere maand wat te doen, dan vergeet je hem niet. Kan je iedere maand doen. En het is soms niet zo heel veel wat je ervoor krijgt. Maar iedere euro is er weer 1. En de kans dat die geraakt wordt is ongelooflijk klein. Nou, daar ligt gewoon geld om op te rapen. En ja, ik ben dan zo. Die stuiver die ligt, die pak ik op. En dan niet letterlijk die stuiver. Maar ik vind dat soort restjes vind ik bijzonder interessant. Ja, dan pak je iedere keer weer. Maar je hebt wel dat je een margin ervoor moet hebben. Dus er moet op jouw account. Moet er geld zijn of aandelen? Nou, ik heb aandelen, want ik heb ook aandelen waar geen opties op lopen. Dus dat geld is er. En dan maak ik ook gebruik van het feit dat ik dus ook die aandelen heb voor mijn margin. Dus ze zijn gedekt. Maar je moet wel in de gaten houden dat die AX, in dit geval, dat die niet te dichterbij komt. Komt die dichterbij en word je daar wat zenuwachtig van? Doorrollen. Doorrollen in de afstand, hè, dus van 440 naar 450 en een maand verder. En dan weer verder en dan weer verder. Maar de maand loopt ook weer door. En maar als je dan merkt van ja, we hebben nu niet meer te maken met zo'n zijwaartse trend. Maar er is een echte stijging. Ja, dan zou je even moeten kijken van kan ik dan mijn strategie niet veranderen? Kan ik niet meer van die stijging meemaken? En dan ga je dus verder met die strategie. En dan ga je toch wat meer zeggen van ik zie een stijging omhoog. Daar zou ik in de koppositie in kunnen. En dan kan ik aan die putpositie kan ik dan ook schrijven. Nou, daar kan je dan een beetje mee spelen als je je risico maar in de gaten houdt. En dat spelen is zo leuk. Dus vandaar dat ik dat ook stimuleer. Dan een vraag in de chat. Koop je call opties in de money als je denkt dat het aandeel gaat stijgen? Dat is net wat je verwacht. Als een aandeel stijgt, kan het interessant zijn om hem in de money te kopen. Dan loopt hij een beetje gelijk op met de aandelenkoers. Maar als je zegt, ja, het gaat nu extra hard, dan is het
qua hefboom veel mooier om at the money of out of the money te kopen. Dus dat is niet, ja, het risico is minder bij een stijgende als je hem in the money koopt. Het risico wordt groter als je hem out of the money aan de bovenkant koopt. Want dan moet hij eerst zover stijgen voordat je echt winst gaat maken. Dus het is net wat voor belegger je bent als je een call wil kopen op basis van een verwachting dat het stijgt. Dus dat kan ik niet aangeven, dit is de beste, maar moet je zelf kijken van hoeveel risico wil ik nemen. Kort schrijven, lang kopen. Alsjeblieft, boven je bureau hangen, ongelooflijk belangrijk. En als je ook maar iets hebt opgestoken vandaag, dan is het dat. En we hebben alle drie hebben het genoemd, dus ik kan er niet meer benadrukken dan dat. Maar waarom is dat? Ja, dat is die premie die wegloopt. En dan wil je dus geschreven hebben, niet gekocht. Daar zit echt heel veel geld wat op te pakken is. En dan heb je de methode van Piet waar je het nog kan versterken. Door dus echt te zoeken naar van waar zit er dan helemaal lucht in de ballon. Maar zelfs zonder dat, zelfs al zou je daar totaal geen verstand van hebben. Dan nog kan je dat winstgevend doen. Maar ik raad wel aan om de methode van Piet. Dus die bijeenkomst die Piet online organiseert, daar kan ik wel aanraden om daar eens aan mee te doen. Het kost je slechts een tientje, maar ik zou dat zeker even doen. Mijn regel. Nooit gekochte opties in de laatste maand. Nou, ik zei het net al, dat is mijn regel. Ik kan afwijken van mijn regel, maar dat doe ik heel zelden. En dat is ook als het een optiestrategiepositie is. En dan is het tenzij is, ja, als ik mezelf, nou eigenlijk als ik me afwijk van mijn eigen regels, dan gaat het bijna altijd fout. Dus ja, je moet je regels hebben, daar moet je aan houden. En dit is zo'n regel waar ik heel veel plezier van heb, die gekochte opties in de laatste maand eruit. Die zijn er niet meer, weg ermee. Ja, dan heb ik optiecursus.com, optiestrategieën, dat is dit e-book. En hier heb ik hem natuurlijk uitgeprint. En daar heb ik dus al die strategieën. Zoals je. Oh, dat is precies de verkeerde bladzijde natuurlijk. En nog eentje, precies de verkeerde. Dat zul je altijd zien. Dat heb ik dus zo uitgelegd. Wat is de positie? Wat is die getekend? En waarom doe je het? Alle strategieën. En Jan-Robert Schutte en Harry Klip, twee ongelofelijke optie-experts. Die weten alles van opties. Die heb ik gevraagd om dit te controleren. Is dit compleet? Die dachten echt vooraf van je kan een optiestrategie, zo'n ingewikkelde kan je niet in één pagina, één A4'tje uitleggen. Allemaal. Alle optiestrategieën, één pagina. En helder. Dus het kan wel, maar er zijn optiestrategieën, er zijn boeken over geschreven. Er is een heel boek over één strategie. Ja, dat kan ook in één A4'tje. Ik hou dus van die simpelheid. Eén A4'tje, dit is hem getekend en al, dat is hem. En dan de hele theorie erachter en hoe de prijs tot stand komt. En ja, fijn. Het is bij mij, optiebeleggen is als autorijden. Je moet kunnen autorijden, daar heb je rijbewijs voor. Nou, bij optietraden heb je geen rijbewijs nodig. Maar vraag me alsjeblieft niet om die auto uit elkaar te halen. Daar heb ik geen verstand van. Dus wat zou mij het bommen hoe de Black & Scholes formule, hoe die is. Die bepaalt de feiten in grote lijnen de waarde van een optie. En dan zeggen wij, ja, dus de markt die bepaalt. Nee, maar op basis van Black & Scholes wordt daar een eerste indicatie. En dan gaan de marketmakers gaan blazen of pompen. Zuigen of pompen is het dan. Omhoog of eruit. Mij boeit niet wat die theorie erachter is. Ik moet met die optie kunnen werken. Dat vind ik belangrijk. Het is gereedschap en ik moet ermee kunnen werken. En dat is dus iets waar hierin staat. Hij kost €49 volgens mij, die boek. Maar daar staan ze gewoon allemaal in. Alle strategieën. Ik denk dat het een enorme meerwaarde is van dit e-book. Dat het er allemaal in staat. En zo simpel. Maar dat bepalen jullie zelf. Ik heb op dit moment geen cursussen openstaan die ik ga geven. Misschien komt het nog. Dit is de tweede presentatie die ik heb gegeven over opties. De vorige heb ik in Maastricht gegeven. Die staat online, denk ik, bij jullie. Dit was echt de basis. En deze is dan echt over optiestrategieën. Maar het is voor mij echt belangrijk dat je weet hoe het zit. En dat je dat kan uittekenen. Ik denk dat dat een meerwaarde is. Nou, dan nog eventjes de belangrijkste dingetjes even terug. Als je gekochte opties hebt, dan moet je niet alleen gelijk krijgen. Je moet ook een keer snel gelijk krijgen. Dat maakt het zo moeilijk
om dat te doen. En de enige winst te halen met gekochte putopties is die snelle koersval. Nou is het zo, als een koers valt, dan gaat het 3 keer zo snel als dat die stijgt. Dus dan, hier bij die putoptie, ja, dat kan interessant zijn. En bij die gekochte call, ja, dan zeker in die laatste maand, ja, daar is niet tegenop te stijgen met die aandelenkoers. Dan gaat die premie er zo hard uit, dat dan is het niks. Maar de koers moet echt heel snel stijgen, wil je winst maken. Dus vandaar dat het echt lastig is om met gekochte posities te werken. En dan die Europese stijl. Belangrijk is alleen de uitoefening op inspiratiedag en dan in cash. En dan, ja, ik heb het al gezegd, dat socialistische, om te weten van, oh, wat is het dan? Ja. Ik was even vergeten dat hij er nog achter stond. Hier is het altijd mogelijk. Nou is het zo, ik heb het te straks al gezegd, als je een strategie hebt, in principe, zegt de broker dan zijn ze gedekt door elkaar. Dus dan is het niet zo dat die uitgeoefend kan worden, want je hebt een ander. Er zijn in de markt, moeten dan ook wel opties zijn die ongedekt zijn. Het is heel zelden dat ze een strategie uit elkaar trekken. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Het schijnt te kunnen, maar ik heb het niet meegemaakt, omdat ze weten welke opties zijn ongedekt en kunnen we dus wel sluiten. Want die worden dan, als er een uitoefening is, worden die opgepakt. De strategieopties zijn op elkaar gedekt, dus worden niet opgepakt. En het betreft dus aandelenopties. En we hebben aandelenopties, dus straks hebben we al gehoord, 100 is de standaard. Er zijn ook aandelenopties, er zijn er 10, dat zijn de minis. Er zijn er ook, die hebben 1000. Dat was vroeger hoogovens, zoals 1000, omdat het maar €3 was per aandeel. Dat was zo. Dus zeiden ze, ja, dan doen we de 1000, dat kan ook. Ik weet niet of dat nu nog is, 1000, maar 100 is de standaard. Ja, ja, en die is vandaag enorm gegaan. Nou, als ik nou zou zeggen, wat zou dit nu voor optie zijn? Want ze hebben mijn verhaal aangehoord. Ik heb tegen jullie al zitten lullen en ja, nu is het aan jullie. Wat zou dit kunnen zijn? En als je, nog niet direct roepen, maar bedenk het eventjes. Wie denkt hem te weten? Verkochte call-optie. Een verkochte put. Nee, niet een verkochte put. Ja, verkochte call. Of een, ja, verkochte call. Verkochte put. Gekochte call. Hier heb je namelijk de kosten. Als de koers omhoog gaat, dan gaat de winst komen. Dus het is een gekochte call. Waarom staat die net links van... Dat is de premie die je betaalt. De kosten aan de broker. Als je kosten betaalt. Oké, okay, heel goed. Wat zou dit kunnen zijn? Het is het stippellijntje. Ga ik zo uitleggen. Dit is eigenlijk een gedekte geschreven call. Hij is hier geschreven, dus je premie. Hier gaat de koers gaat nog verder omhoog, maar ja, hij kan nooit meer. Kan die leveren. Op het moment dat die daalt, dan neem je met je aandelen ga je omlaag. Dus een beetje een neppertje deze, dat ik daar ineens aandelen bij trek. Maar we hebben het over optiestrategieën. Dus het is, dus ja, dat zou je met deze kunnen doen. En dan was dit. Een simpele. En als je nou voor jezelf wil weten, ben ik een ervaren optiebelegger of niet, dan zie je dit te zeggen. Dat. Ja. Ja, heel goed. Dan begint ze. Heel goed. Ja, nou dan zou je, dat doen we nu niet, maar in mijn cursus zeg ik dan van ja, de teken is die gekochte call 50 met €2 premie. Ja, wat gaat dat betekenen? Nou, €2 premie, en je hebt hem gekocht, dus je begint altijd op die €2. Je hebt die 50, dat is hier. Wanneer gaat die gekochte call winst opleveren? Nou, dat doet hij dus, als je voor €2, dan doet hij dat hier op 2, moet hij erdoor gaan. En dan zit hij op 0. En dan gaat hij omhoog. En hier zit hij dus 2. En dan gaat hij hier door. Ik hoop dat dat duidelijk is. Dat is dan de gekochte call 20. Nou, dat is dan in mijn cursus. En dan een geschreven call 50. Nou, in dit geval betekent dat je hebt een premie gekregen. Het is de 50. Dus hij begint eentje
hier. En hoe loopt die dan? Iemand een idee? Dus vanaf 49 koers ga je verlies krijgen. Een moment. Geschreven call, toch? Geschreven call. 1 euro heb je credit. Dus je aandeel wordt 49. Je hebt hem hier zitten. En wanneer ga je winst maken met die ding? Dat is inderdaad hier. Als die daalt, dan is het hier, is die altijd voor jou. En hier, als je, zeg ik hier. Ja, nu zit ik er zelf even mee. Dat is een goeie. Geschreven call. Je hebt altijd premie, hier 1. En op het moment dat je een geschreven call, dat die stijgt. Dat de koers stijgt, dan ben je het haasje. En dus wat ik fout heb gedaan hier, en jullie hebben er geen van alles gezien, is er een premie. Ik zit hier te wijzen. Er is niemand die erop wijst. Hier zit ik. Dat betekent dat hij hier naar beneden gaat. Hè? Want ik ga verlies nemen. Hij gaat hierheen, want dan heb ik hem altijd binnen, mijn premie. En hij gaat hier naar beneden, omdat ik natuurlijk geschreven call, dan ben ik een haasje, dan moet ik leveren. Ja? Dus zelfs als ik eventjes abuis ben, moeten jullie me wakker maken. Oké, alles is te tekenen. Dit is een diagonale spread met poets. Ja, alleen ik kan, omdat een diagonale spread, dat betekent de tijd, die looptijd hier is anders. Dan weet ik natuurlijk nooit hoeveel tijd de verwachtingswaarde nog in die toekomst zit, in die positie. Dus ja, dat is allemaal te tekenen. Maar ja, dan wordt het een beetje freewheelen van ongeveer zo ziet het eruit. Ja, dan... Eigenlijk als laatste, de optiecursus.com, die website en optiecursus, optiestrategie. Ik heb hem net al eventjes, dat zijn interessante. www.beursbox.nl is ook interessant. Dat gaat niet zo vaak meer over opties, maar het gaat wel over beurs, over verwachtingen, over de maatschappij. Dus er zijn een heleboel dingen. Gratis nieuwsbrief. Dat is het enige wat ik eigenlijk daarover wil brengen. Ik weet niet of er nog vragen zijn.